kijkers van mijn kanaal. Welkom bij een nieuwe serie hier op mijn kanaal, jongens van mij. Planet Zoo. En wat heb ik lang gewacht om dit te kunnen starten. Misschien kennen jullie allemaal nog wel Zoo Tycoon. De enige echte dierentuinspel van, ja, wat ik tenminste gekend heb. En nu is er dus sinds kort een nieuwe game uit Planet Zoo. En je hoort het eigenlijk al. Hetgene wat je hierbij dus moet doen is een dierentuin bouwen. Hoe super leuk is dit? Ik kan niet wachten om hiermee samen met jullie dus een hele nieuwe serie te gaan starten. Want ik heb hier zo ontzettend veel zin in. Ik hoop jullie ook. Dit wordt dus een nieuwe serie hier op mijn tweede kanaal. Want ik dacht, ja, dat is gewoon super leuk. En we gaan hier lekker beginnen met de sandbox. En ik heb dus net al een beetje iets gedaan. Ik ben dus al een klein beetje begonnen met een nieuwe dierentuin. Om het een beetje te leren. Want het is best wel een ingewikkeld spel. Dus jullie moeten zelf ook best wel heel erg goed gaan opletten over wat je dus allemaal kan gaan doen. Maar ik ga hier dus eventjes de naam Geo Zoo doen. Want dat wordt dus de naam van mijn dierentuin. Als jullie dus hartstikke zin hebben in deze nieuwe serie. Net zoals ik, laat het dan zeker weten hieronder in de reacties van jongens en meiden. Het is super lang geleden dat ik een nieuwe game ben gestart met een nieuwe serie. Dus dit gaat hem worden. Planet Zoo, dierentuin maken. Hoppakee, let's go. Laat eens al je ideeën hierachter. Of als je deze game wel zelf kent of als je hem zelf speelt, dan ben ik ook super benieuwd. Kijk eens aan. Wat prachtig. Wauw, jongens en meiden. Ik heb hier toch zo ontzettende veel zin in. Dit is niet normaal. Ik ga gelijk beginnen hier dus met het bouwen van mijn dierentuin. En je hebt dus best wel heel erg veel dingen nodig ook in dit spel. Zoals ik al net vertelde, het is dus best wel een moeilijke game. Want je dieren kunnen dus ziek worden. Er kan van alles gebeuren en allerlei dingen kunnen gaan plaatsvinden. Maar ik ga dus in ieder geval lekker beginnen met, ja, het begin van mijn park. En dat wordt dus dit, zoals je ziet. Het begin van een dierentuin is natuurlijk eigenlijk altijd best wel mooi, vind ik. Dat ziet er altijd best gewoon gaaf uit. Dus even kijken wat we gaan doen. We gaan hier ook gewoon een mooi begin maken. Hoppa, hop, hop, hop. In dit spel heb je namelijk heel erg veel dingen nodig. En dat zijn dus ook heel veel personeel wat je allemaal nodig hebt. Die dus je dieren kunnen gaan verplaatsen naar allerlei dingen. Ik heb dus ook allerlei dingen gedownload. Dat zie je hier dus staan blauw drukken. En dit zijn dus eigenlijk dingen die je dus alvast kan neerzetten in het begin van jouw dierentuin. Die je dus een beetje helpen met, nou kijk, dit bedoel ik dus groot katachtige verblijf. Dit is echt bizar groot trouwens. Je kan ook echt super ver bouwen. Die kunnen je dus helpen met dingetjes in het begin. Zodat jij zelf niet heel erg veel hoeft neer te zetten. En daarmee bedoel ik dus zoiets als dit hier. Een klassiek quarantaineverblijf. Maar ik ga eventjes kijken waar ik dit had gedownload. Dat is volgens mij dit. Wow, dit is trouwens wel heel erg groot. Een reptielencentrum. Wow, jongens. Dit is wel echt heel groot. Een reptielencentrum. Kijk dan. Besef even wat voor zieke gebouwen je allemaal kan neerzetten. Dit is dus echt super groot. Maar je hebt dus ook echt enorm veel dieren in deze game. Dat is echt bizar. En daar heb ik dus super veel zin in. Wat dit is, ik heb geen idee. Maar dit ziet er wel mooi uit om eigenlijk een soort van als begin van mijn dierentuin neer te zetten. En dus als het een soort van opening. Kijk. Wow, wacht. Maar dit ziet er wel een beetje heel scheef uit. Dit moet wel even wat mooier. Kijk, als we deze dus als grote poort kunnen hangen boven mijn dierentuin. Als dit. Is het überhaupt, jongens? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Oké, voordat ik aan dit soort dingen ga beginnen, haal ik dit eerst maar even allemaal een beetje weg. Want ik heb nog geen idee wat ik hier dus allemaal mee kan gaan doen. In ieder geval, waar we dus mee moeten gaan beginnen, zijn de faciliteiten. En dat zijn de personeelsfaciliteiten. En voor het personeel heb je dus ook personeelspaden. Zodat alleen dus het personeel daar naartoe kan. En die kan ik dus bijvoorbeeld hier even toevoegen. En dat doen we gewoon even bijvoorbeeld zo. Kijk. Hop, dit is. En dan gaan we dus hier naar de personeelsfaciliteiten. Je hebt dus een verzorgersverblijf nodig, zodat je verzorgers inderdaad gewoon goed hun werk kunnen doen. Ja, dit is dus een verzorgersverblijf. Een quarantaineverblijf, daar kan je dus bijvoorbeeld dieren in laten. Nou, je hebt hier een personeelsgebouw. Dit is trouwens wel een heel groot personeelsgebouw. Maar het ziet er op zich wel gaaf uit. En die kunnen dus ook een beetje draaien volgens mij. Dit is het personeelsgedeelte van het park. Oh, we hebben trouwens ook dit. Maar wat is dit dan allemaal, jongens? Wauw, dit is bizar. Goh, daar kan je waarschijnlijk ook dieren inzetten dan. Geen idee wat het allemaal is. Maar het zal wel. Kijk, dit is een handelscentrum. Daarmee kun je dus dieren regelen. Even kijken. Een werkplaats, die hebben we dus nog niet. Dus die kunnen we hier ook neerzetten. Als het goed is, hebben we dan al redelijk wat dingen. Het personeelsgebouw, die hebben we dus daar net neergezet. Een quarantaineverblijf is ook best wel handig om neer te zetten. Want daar kunnen dan dus dieren gewoon in verblijven. Die je dus even tijdelijk, zeg maar, niet wilt hebben in je dierentuin. Maar, oké, we hebben dus nu dat. We hebben nog totaal geen bezoekers natuurlijk. Want we hebben nog geen dierenkooien. Ik kan hier wel trouwens al een mooi paadje misschien gaan maken. Ook voor straks dus naar de dieren toe. Even kijken, als we dus gewoon even dit pakken. Kijk, dit is trouwens een rij. Ik weet niet wat we daar dus mee kunnen. Want er is zoveel mogelijk in dit spel. Echt, ik denk dat we echt onze ogen gaan uitkijken in deze serie. Wat we allemaal kunnen doen. Ik snap dat jullie allemaal zitten te wachten ook. Tot ik dus die dieren ga neerzetten. Want daar zit ik zelf ook eigenlijk wel een beetje op te wachten. Maar dat is dus allemaal niet zomaar gedaan. Wat we in ieder geval al kunnen gaan proberen. Is gewoon natuurlijk eventjes trouwens sowieso het even dag maken. Want dat is wel zo fijn. Even kijken. Oh. En ja, dat is even handig. Want dan kunnen we tenminste even wat goed zien. Een verblijf. Als wij gewoon in het begin
begin hier... Wow, wat is dit? Kijk, ja, dit kan je dus al gelijk neerzetten als verblijf. Dit is zo bizar groot. Dit hebben mensen dus ook gemaakt, maar ik weet dus niet wat dat precies is. Er zijn dus allemaal ook wel kant-en-klare verblijven die je dus allemaal kan neerzetten, die ik dus al een beetje gedownload heb. Maar, waar is dit voor? Dit is voor de leeuwen, is dit. Een groot dierenklimtoestel. Oké, wat hebben we nog meer? Slaapplekken en schuilplaatsen. Kijk, ja, die heb ik dus net gedownload voor de leeuwen. Dit is ook een hele grote. Ik denk dat wij gewoon even eerst gaan beginnen met een omheining neer te zetten. Want dat is gewoon wel eventjes wat we eerst willen. Dus, jongens en meiden, ik ga hier gewoon in het begin beginnen met mijn eerste dierenomheining. Een betonnen omheining. Die gaan we wel eventjes iets groter maken. Dat is wel handig, want dan kunnen we iets meer bouwen. En dat wordt dus zo gedaan. Totaal nog niet bijzonder. Ik weet ook echt nog zeker niet wat voor dieren ik hierin ga neerzetten. Maar ik weet wel dat dit sowieso mijn allereerste verblijf sowieso wordt dus. Kijk, ja, dit is dus... Jongens, wat kan ik hier dus allemaal voor dieren in gaan neerzetten straks? Dat wordt wel echt super leuk. Kijk, als ik die gewoon zo hier doortrek. Kijk, dit is wel al redelijk groot volgens mij voor een dier. Ik weet ook niet wat ik hierin kan gaan zetten natuurlijk. Ik moet trouwens eigenlijk ook eerst beginnen in het begin met een soort van informatiebalie. Laten we daar eerst mee beginnen. We hebben nog helemaal geen bezoekers, nog helemaal niks. Dus we gaan eerst kijken met de faciliteiten die we hier eens kunnen neerzetten. Vivariums voor kleine dieren. Ja, dit zijn gewoon begindiertjes, maar we hebben bezoekersfaciliteiten nodig. Dit is een collectebus, dit is eten, een Afrikaans toilet. Een toilet vind ik ook eigenlijk best wel heel erg handig. Wat hebben we hier nog meer? Als we bijvoorbeeld... Hier, dit is een nieuwe wereldwinkel. Als we die gewoon in het begin hier kunnen neerzetten, hè? Wat kan je hiermee? Dus dit hier helemaal niks. Die is leeg ook dus. Dus daar kunnen we eigenlijk nog helemaal niks mee. Een klassiek groot toilet. Ik wil wel een nieuwe wereldtoilet. En dit is dus een grote. Kijk, dus dit kunnen we precies hier, hop, neerzetten bij het begin. Want dat is mooi. Toiletten aan het begin is handig, zodat de bezoekers gelijk lekker daar kunnen plassen. Hotdog squad is ook wel lekker. Frietjes is ook wel lekker. Even een padje. Hoppakee. Ja, kijk, dan moeten die stomme rotbezoekertjes ook maar gewoon even lekker lopen. Hopsakee, hoppapa. Nou, omheiningen, daar hebben we verblijf natuur. We kunnen nog veel meer dingen hier ook neerzetten. Kijk, een plantenbak, een Afrikaanse plantenbak. Ja, daar hebben we dus even helemaal niks aan. Dus wat we dan gaan doen zijn... Kijk, oh, dit is drink en info shop. Hé, die ziet er wel heel leuk uit. Als we die dus ook gewoon misschien hier kunnen neerzetten. Kijk, dit is ook hoog. Die ziet er wel super gaaf uit trouwens. Oeh. Drinks en info. Dit is wel echt zo'n lijp begin. Ziet dat er goed uit als we hem gewoon laag plaatsen. Dat is wel de bedoeling denk ik. Hier, drinks en info. Dat is goed voor in het begin bij het park. Mooi. Oké, dan hebben we dat in ieder geval een beetje staan. Het is nog super koud hier. Kijk, want je kan het dus ook helemaal gaan opknappen met bomen en zo. Maar wat kunnen we... Kunnen we het een beetje filteren hier? Filter resetten, biome. Kunnen we niet gewoon even een boom doen jongens? Kijk, een kapokboom. Oh, die is wel heel groot. Dit is ook wel heel groot. Een reuze levensboom. Een wimbaboom. Wat zijn dit? Een bimbaboom. Een tamarindeboom. Ja, dit vind ik er al beter uitzien. Dit vind ik allemaal een beetje groot. Hier, een boompje daar. Een boompje daar. Een boompje daar. En een boompje daar. En ik denk dat we hier in het terrein dan ook gewoon het misschien een beetje kleiner kunnen maken. Kijk, als we het gewoon duwen. Hop, zoals dit. En dan maken we hier gewoon een watertje van. Waar mensen gewoon bij kunnen zitten. Hier, hop. En we hebben gewoon een leuk beginnetje hier dus ook bij het park. Water. En hot zo flats. Nou, zo doe je dat. Kijk, staan. Hop. Maar, nu hebben we dus hier ons allereerste verblijf. Want dat is natuurlijk eigenlijk wel wat jullie allemaal willen. Een verblijf waar ik dus iets mee ga doen. Nu heb ik dus echt nog geen idee. We kunnen dus hier voor dierenhandel kijken. En we hebben dus bonobo, Somalische giraf. Hé, giraffen zijn wel leuk om in het begin te doen. Kijk, ik wil ook eigenlijk natuurlijk gelijk beginnen met de leeuwen. Maar de leeuwen, die zijn wel gewoon echt ziek. En die moeten we eigenlijk ook niet gelijk in het begin neerzetten. Dus wat je hier gewoon kan doen is bijvoorbeeld... Wat gaan wij hier in het begin doen? Een gaffelbok, een seppenzebra, een niala, een midden... Weet je wat? We gaan gewoon een niala. Geen idee wat voor beest het is. Die gaan we adopteren. Waar kunnen we die dan naartoe sturen? Die kunnen wij... Even kijken. Handelscentrum voor dieren en het quarantaineverblijf. Handelscentrum voor dieren. Oké, maar nu hebben we dus één niala. Daar gaan we er nog in adopteren. En die gaan we ook naar de dierentuin sturen. Heb ik nu trouwens twee vrouwtjes gedaan. Oh, dit is een mannetje. Wacht, ik weet nu niet wat voor dieren ik trouwens heb gedaan. Handelscentrum voor dieren. Ik heb hier twee mannetjes. Ik weet niet of dat goed gaat. Maar we gaan hem gewoon lekker verplaatsen. Oh, die kan nog niet naar die kooi geplaatst worden. Want we hebben daar een deur voor nodig. Zodat het personeel naar het verblijf toe kan. Kunnen we nu de dieren hier naartoe verplaatsen? Ja, verblijf 1. Kijk, hoppa. Die kan daar naartoe. En deze kan ook daar naartoe. Maar waarschijnlijk hebben we daar dan personeel voor nodig. Dus mensen die ze daar naartoe gaan brengen. Een verzorger. Hop, die zetten we daar neer. Nog een verzorger. Nog een verzorger. En nog een verzorger. Oké. Oké, jongens. En nu gaat het dus gebeuren. Kijk, let op. Oh, ik moet nog even een verzorger daar neerzetten. Oh, even kijken. Let op. Nu gaan deze twee mannetjes, die gaan ze dus nu daar naar het verblijf toe brengen. Als het goed is. En dan hebben we daar dus, als het goed is, gewoon een verblijf voor een bok. Kijk, let op. En nu komt er dus straks een dier tevoorschijn. 3, 2, 1. En hop, dat is 1. Ja. En hop, hier. Een nieuw dier is aangekomen in de dierentuin. Hoppakee. Twee nieuwe dieren. Mooi dit. Maar nu moeten we dus verzorgen dat zij het wel naar hun zin hebben. Want deze hele kooi.
gooi, daar hebben ze natuurlijk nog helemaal niks aan, want er staat niks van wat hun willen. Kijk, dus ze gooien aarde erbij, zodat ze hier lekker aarde hebben en daar lekker kunnen zitten. En als het goed is, hebben ze dan straks dus gewoon genoeg ruimte. Kijk, hoppakee, om hier een dingetjes te doen. Mooi, ze hebben trouwens ook echt veel te veel ruimte eigenlijk volgens mij. Maar dat betekent dus dat misschien nog een paar andere diertjes erbij kunnen neerzetten. En dan hebben ze nu dus ook gewoon natuurlijk eten nodig. Oké, deze dieren hebben natuurlijk ook een lekkere schuilplaats nodig. Dat vinden ze allemaal wel zo fijn. Dus ik... Wow, die is wel heel erg groot. Ik denk dat ik gewoon dit kan neerzetten voor hun. Zodat ze hier lekker kunnen schuilen gewoon. Ze hebben ook speeltjes nodig. Want ze moeten wel iets kunnen doen gewoon. Dus ze hebben ook gewoon speeltjes die we dus allemaal hier lekker kunnen neerleggen voor ze. Hier, een graasbal. Even kijken, is dit wat voor ze? Zo. Daar hebben ze misschien wel wat aan. Oh, wat doet hij? Hij haalt ze weer weg. Hij haalt de dieren weer weg. Ziek dier ontdekt. Dierenarts opgeroepen. Nu al? Hoe zijn ze nu al ziek? Hoe kan dat? Oké, jongens, de allereerste bezoekers zijn trouwens wel hier gekomen. Kijk eens aan, we hebben nu de 77 bezoekers. Is nog niet heel veel, kunnen we ook nog niet heel veel mee. Maar onze allereerste dieren zijn dus nu al ziek, zo te zien. Ik weet ook niet hoe dat komt. En hé, mijn eigen bezoekende speler is ook al hier. Ziek dier ontdekt. Maar hoe kan dit, jongens? Oh, gaat hij nu weer teruggebracht worden naar het verblijf? Nee, ze worden nu verzorgd, als het goed is. Jongens, de dieren zijn als het goed is, hop, weer teruggebracht. Ze zijn weer... Kijk, ze zijn weer beter volgens mij. Dit is mooi. Verblijf. Even kijken, wat kunnen we nu nog eigenlijk toepassen bij ze? We hebben nu dus dit allemaal mooi voor ze gedaan. Gelukkig is het geregeld en gaat het goed met ze. En ik denk dat we nu dus ook eigenlijk wat lekkere natuurdingetjes voor ze kunnen neerzetten. Zoals planten en bomen, zodat ze daar ook wat aan hebben. Het verblijf is zo te zien veel te groot eigenlijk, maar dat maakt ook niet heel erg veel uit. Kijk, we kunnen hier natuurlijk ook nog een soort van klein watertje voor ze maken. Ook al denk ik niet dat ze dat heel erg nodig hebben, maar dat gaan we gewoon eventjes plaatsen voor ze. Kijk, zodat ze dus het verblijf er ook wat mooier uitziet. Maar wat je nu dus ook moet doen is gewoon dit, kijk, de omheining bewerken. En dan gaan we dit dus vervangen door glas. Kijk, dat doe je zo. Kijk, want dan kunnen dus de bezoekers kunnen ook gewoon naar onze dieren kijken. En jongens en meiden, we hebben hierbij dus onze allereerste dieren neergezet. Ik zie nu nog maar één dier trouwens, want even kijken. Zie ik die ontdekt? Oh, die is nog steeds hier. Even kijken, wat is er aan de hand? Waarom word je niet gefixt? Bestemming niet ingesteld. Kom op, ga eens even hier dat dier fixen. Maar, dit betekent dus jongens en meiden dat we hier ons allereerste verblijf hebben neergesteld. Ik weet dat dit is het begin van de serie. Dit gaat super leuk worden. We gaan straks hele mooie leeuwen zien. We gaan allerlei andere dingen zien. Maar dit is natuurlijk het allereerste van deze aflevering. Hopelijk vonden jullie dit super leuk om te zien. Ik ga er sowieso hier natuurlijk meer van uploaden op dit kanaal. Hopelijk vinden jullie dat ook leuk. Want ik kan echt niet wachten om dat dus te gaan doen. Kijk eens aan. Hoppakee, ons tweede diertje komt hier als ook bij. Ik denk trouwens dat we hier nogal wat iets meer dieren in kunnen zetten ook straks. Maar jongens en meiden, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken naar deze allereerste aflevering van Planet Zoo. Binnenkort komt dus een nieuwe aflevering. En dan zeg ik nu tot de volgende aflevering. En later.